De afgelopen maanden zijn er honderden vluchtelingen, vooral Syriërs en Eritreërs, opgevangen in vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel. Maar daar komt nu een eind aan. Per 1 april stopt de opvang van vluchtelingen in het vakantiepark. Jos, jullie kregen, denk eind vorig jaar, begin dit jaar, kregen jullie de aanvraag van goh, zouden jullie een aantal vluchtelingen willen opvangen in de parken? Wat dacht je toen je dat hoorde? Nou, dat is al van eerder. We hebben een tijd lang de boot afgehouden, omdat we zijn een recreatiepark. En, ja. Maar de aanvraag die bleef steeds komen, zowel in Nederland als in België, waar we ook vakantieparken hebben. En op een gegeven moment bleven ze maar bellen en hebben we op een gegeven moment gezegd van jongens, we gaan er toch eens serieus naar kijken. En was de directie gekozen voor een scenario wat mogelijk zou zijn om die op te vangen. En ik moet zeggen dat het heel goed verlopen is en dat we eigenlijk blij zijn dat we het gedaan hebben. Want voordat we daarop komen, wil ik eigenlijk weten, moesten jullie veel doen, veel aanpassen om het park zeg maar klaar hiervoor te maken? Ja, best veel te doen, want wij zijn een park wat seizoensgebonden is. Dus alles stond in de zogenaamde winterstand. Ja. Dus we hebben alle zeilen bijgezet, hebben heel veel werk aan gehad om het weer winterhard te maken. En te zorgen dat alles in orde was, dus dat de mensen op een goede manier opgevangen zouden kunnen worden. En dat is heel goed gelukt. Want hebben jullie veel recreanten die daar continu verblijven op het park of kan dat niet? Nee, er zijn maar een vijftigtal jaarplaatsen die daar verblijven, 's winters. En de rest is allemaal toeristisch, is allemaal van Pasen tot november. Dus dan staat het in principe gewoon leeg in die tijd? Het stond helemaal leeg. Waar de mensen nu gezeten hebben of zitten nog een paar dagen, daar was leeg. En daar hebben we dus goed kunnen gebruiken. Is dat als ondernemer interessant? Ja, ik denk van wel. In die zin, ik denk dat het tweeledig is, zoals ik al bij de intro zei. Je doet daar een maatschappelijk belang mee. Hè? Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons toch een punt van aandacht. Sommige mensen zeggen, ja nee, dat doen ze alleen maar voor het geld. Nee, wij zijn ook ondernemer, we willen ook geld verdienen. Maar we hebben denk ik, door hier grootschalig, kleinschalig op te vangen, daar bedoel ik mee dat we daar waar men grotere ruimtes nodig heeft, hè, voor lessen of dokterspost en dergelijke, dat kan allemaal. Maar we vangen kleinschalig op in chalets en caravans. Daardoor kan een gezinnetje van 3 bijvoorbeeld, als je 3 kinderen hebt, een pa en ma, die kunnen in het chalet. Dan hebben ze hun privacy, dan kunnen ze gewoon hun levens proberen op orde te brengen. Ik heb ook bij jongens binnen gezeten, 2 Eritreërs waren het volgens mij en 3 mensen uit Syrië. Die waren tussen de 25 en de 30. Nou, die werkten perfect met elkaar samen. Ze kunnen zelf koken. Hè. Dus dat was gewoon ook een regel en ze probeerden elkaar Nederlands leren. Ik heb genoten van de manier waarop dit tot stand is gekomen. En dat zijn een van de dingen die het goed doen. Daarnaast verdienen we er ook aan. Ja, maar dat mag dan ook toch? In principe? Daar is niks mis mee, daar ben ik helemaal met u eens. Maar als jij het park overliep, wat voor gevoel kreeg je dan? Een goed gevoel. Ik bedoel, we hadden in de afgelopen jaren 32 nationaliteiten op het park gehad. En er zijn er nu 35 geworden. Ik bedoel, de vluchtelingen zijn voor ons ook gewoon gasten. Die worden behandeld als een gast. En zo hoort het ook. En daar hebben we hard voor geknokt samen. Met de bedrijfsleiding van Droomgaard bijvoorbeeld en hun technische mensen. Dus keihard gewerkt om die mensen dat te geven wat wij vonden dat ze moesten krijgen. En dat is gewoon op een goede manier opvangen en zorgen dat alles in orde is. En dan is een gast een gast. En of je nu uit Syrië komt, of uit Oostenrijk, of uit Gelderop, of uit Ommel, dat maakt niet uit. Nee, want hoe vonden ze het zelf? Ik denk fantastisch. Ik denk ook dat dit een manier van opvang is. Ik wil niet zeggen dat wij het wiel uitgevonden hebben. Maar wat zie je? Wat ik eerder al aangaf, als een gezin in een chalet apart zit, die hebben hun eigen privacy, ze kunnen daar zelf koken, ze hebben hun eigen douche, ze hebben hun eigen toilet, ze hebben alles aan hunzelf. Dat geeft in dat gezin toch de nodige rust die ze nodig hebben. Die mensen hebben van alles meegemaakt. Ik heb hele verhalen gehoord, trieste verhalen van die mensen. En sommigen die schepen het af, is allemaal onzin, allemaal van die goudzoekers. Nee, ik heb echt trieste verhalen gehoord. En als je dan kunt zeggen dat we op deze manier een opvang hebben kunnen realiseren die veel mensen goed heeft gedaan, dan doet dat als directie ons ook goed. Ja, maar welk verhaal is jou het meeste bijgebleven? Hoe bedoel je? Welk verhaal van zeg maar de mensen die in je park waren, is jou het meest bijgebleven? Het verhaal over dat ze in de boot gezeten hebben waar 100 man op zat en dat ze blij waren dat ze in Griekenland waren. Ja. Ja. Dat zijn stevige verhalen, laat ik het daar maar op houden. Er zijn een hoop mensen die hebben er kritiek op gehad. Hè. Er is afgelopen zaterdag nog gedemonstreerd door zo'n 50 man, die noemden het asielwaanzin. Wat vind je daarvan? Ja, daar kun je. Kijk, voor ons is het heel duidelijk. De nood was hoog. Wij hadden de accommodaties. We hadden er ook over nagedacht van hè, wat gebeurt er allemaal. Ik kan best begrijpen, ik ben daar ook geweest in Kaatsheuvel op die avond dat het dat er nogal op toe ging. Ik denk dat met name
Hulde aan de burgemeester en het college en de ambtenaren die daar voortreffelijk werk gedaan hebben. Mm-hmm. Wij hebben daar ook bij gestaan. We hebben niet geschuwd om te proberen uit te leggen hoe we het gingen doen. Zowel COA als gemeente als wij. En ik denk dat het verloop is zoals we het uitgelegd hebben. Er is gewoon helemaal niks gebeurd. Nee. Maar er was een goed plan van aanpak, er was goed gecommuniceerd. Alle zaken stonden op een rijtje en we hadden bij wijze van spreken een lijntje van 5 seconden en we wisten wat er aan de hand was. Ja. Maar het is helemaal niet nodig geweest. Dus op zich was het plan van aanpak geweldig goed. Maar is dat last geweest van cultuurverschillen? Heb je daar last van gehad? Nee, ik heb daar niks van gemerkt. Ik bedoel, ook geen klachten in het begin. Hè. We hebben nog even gehad dat mensen hè, die naar de school moesten, dat er begeleiding mee moest. Dat was er na 2 dagen ook al af. We hebben met mensen uit de buurt gesproken. En natuurlijk, als er heel veel mensen lopen, ja, dan zeg je, ja, dan zijn die mensen uit Syrië waarschijnlijk. Dat begrijp ik ook allemaal wel. Ja. Maar verder is dan niks gebeurd. In het seizoen lopen daar ook mensen die gaan winkelen. En dat zijn dan de recreanten van de andere nationaliteiten. Ja, want er zijn natuurlijk een hoop tegenstanders die denken van, goh, dat zal het wel een grote bende zijn als ze eruit zijn. Hoe zijn die huisjes onderhouden? Zijn perfect en dat staat in het plan van aanpak. We hebben samen met COA gekeken, hoe kunnen we dat goed regisseren? Nou, die hebben daar mensen voor beschikbaar, wij hebben onze mensen beschikbaar en er wordt iedere week gecontroleerd. Er is bijna niks aan de hand en er kan natuurlijk wel eens iets kapot gaan. En maar that's life, dat hoort erbij. Nou, maar het is wel eens goed om inderdaad zo'n verhaal ook eens een keer te horen. Want 1 april houdt het op, hè? Is dat omdat dan het kampeerseizoen weer ingaat? Ja, we gaan dan de komende 3 weken gaan we zorgen dat die zaken weer helemaal in orde zijn. Dus alles wordt op de nulmeting wordt gedaan. Er wordt weer gescreend van wat moet er nog aangevuld worden. En we hebben nog wat dingetjes te doen op het park, zodat we in de zomer die recreant weer optimaal kunnen ontvangen. Juist. Optimaal gebruikt jouw vakantiepark. Dankjewel. Ja, daar gaan we vanuit.